Goedemorgen, ik ben Bert Watteo, sinds 1 september de nieuwe directeur van het Rubenshuis en het Rubenianum. Het is mijn eerste plicht om jullie eraan te herinneren dat het dragen van een mondmasker verplicht is tijdens de hele lezing. Naast die praktische mededeling wil ik vooral heel graag in naam van het hele team zeggen hoeveel plezier het ons doet om jullie na een gedwongen onderbreking opnieuw te mogen ontvangen in het Colveniershof voor een nieuwe reeks Rubenianum-lezingen. Aanvankelijk zou Peter van den Brink jullie toespreken over de door hem gecureerde tentoonstelling Dürer was here, a journey becomes legend, die tot 24 oktober te zien was in het Zurmond Ludwig Museum in Aken. Door de omstandigheden kon die lezing niet doorgaan, maar we volgen Peter en Dürers voorbeeld en zullen ook reizen vandaag, zij het dan in eigen land. Een keuze die ook past bij de situatie waarin we ons al even bevinden. Dat ik als directeur van het Rubenshuis en het Rubenianum niet over Rubens Stadspaleis zal spreken, kan een tegendraadse keuze lijken. Tijdens periodes van pest, meestal tijdens de zomermaanden, trok de kunstenaar vaak weg uit de stad, onder andere naar zijn buitenverblijf Het Steen. We volgen vandaag dus in zijn voetsporen. De lezing die ik zal brengen is eigenlijk het product van een opeenvolging van toevalligheden. Sleutelmoment was de aankoop van het zogenaamde Rubenskasteel te Elewijd door Toerisme Vlaanderen in de zomer van 2019. Voor het eerst in zijn geschiedenis komt het domein zo in openbaar bezit. Als ik u zeg dat een van de kandidaatkopers over zichzelf beweerde de Rubens van de plastische chirurgen te zijn, zult u mijn oplichting bij de transactie begrijpen. Uit die aankoop door Toerisme Vlaanderen vloeide een tweede transactie voort die zeer scherp mijn aandacht trok. De laatste private eigenaar van het kasteel schonk namelijk een wasmand met archiefdocumenten aan de lokale heemkundige kring De Zemsen, waarvan een aantal leden hier vandaag aanwezig zijn. De kring contacteerde het Rubenianum en ik kon er getuige van zijn hoe de leden met vereende krachten de documenten begonnen te transcriberen. Slechts enkele van de documenten betreffen de periode voor Rubens' dood in 1640, maar in hun totaliteit bieden ze wel belangrijke inzichten in de latere geschiedenis van het kasteel. Bert van Horenbeek publiceerde op basis van die documenten twee boeken over de geschiedenis van het kasteel. Beseffend dat de documenten wel eens waardevoller konden zijn dan hij vermoedde, eiste de voormalige eigenaar van het kasteel ze terug op. Opnieuw kon Toerisme Vlaanderen ingrijpen en de documenten en het kasteel bevinden zich vandaag in dezelfde hand. Ze zijn nu veilig en goed bewaard eigendom van de Vlaamse overheid. Deze zomer organiseerde het Londense museum The Wallace Collection van juni tot half augustus de tentoonstelling Rubens Reuniting the Great Landscapes. Het landschap met regenboog, hier te zien uit de collectie van The Wallace Collection, werd getoond tegenover het landschap met het steen van de National Gallery. Tijdens de voorbereidingen voor de tentoonstelling stond ik in nauw contact met curator Lucy Davis. De tentoonstelling zelf heb ik tot mijn grote spijt uiteindelijk niet gezien door de COVID-maatregelen en een sportblessure. Maar ik mocht vorige week wel een virtueel bezoek brengen met een VR-set in het steen zelf, toen de benefactors van de Wallace Collection op een bezoek brachten aan Vlaanderen. De doorslaggevende factor in mijn onderzoek naar het steen was echter de vreselijke pandemie. Terwijl Rubens zich kon terugtrekken in een buitenverblijf tijdens opstoten van de pest, bleef ik opgesloten in mijn eigen en enige woning. Om aan de beklemming van vier muren en de resulterende cabin fever te ontsnappen, stortte ik me op Rubens' late landschappen. Ik overdrijf niet als ik stel dat ze me een horizon boden, een redding, een wijdse ruimte voor escapisme, wat Rubens al niet kan doen voor een mens. Door de ontdekking van archiefdocumenten in het steen raakte ik ervan overtuigd dat er meer materiaal te vinden moest zijn. De vraag was waar. Ik maakte lange wandelingen in de omgeving van het steen en verkende het gebied grondig. Waar lagen de schepenbanken en de bestuursorganen? Wie waren Rubens' buren? Wie had het hier voor het zeggen? En waar zouden de resulterende archiefbescheiden zich vandaag bevinden? Het werd een spannende zoektocht. Tijdens de lockdown bleven publieke archieven open op afspraak, waardoor ik mijn speurwerk goed kon organiseren
en vaak meer beroep kon doen op de kennis van archivarissen dan anders het geval zou geweest zijn. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Eddy Putt en Harald de Keulaar van het Rijksarchief in België en naar de medewerkers van de vestigingen van het Rijksarchief in Brussel, Vorst, Gent en Leuven. Professor Frank Schelings, die archivistiek doseert aan de Vrije Universiteit Brussel, maakte me wegwijs in de juridische organisatie van vroegmoderne heerlijkheden en zijn tips leidden tot meerdere nieuwe ontdekkingen. Ook het aartsbisschoppelijk archief in Mechelen en het stadsarchief van dezelfde stad bevatten relevante fondsen. Karin Goossens, archivaris voor het archief De Broeghoven de Bergijk, dank ik voor vruchtbare dagen in het kasteel van Kortewalle, die licht wierpen op Rubens' verwerving van het steen. Tot slot, maar zeker niet in het minst, dank ik graag baron Bernard de Lafayette-Duizen en zijn familiearchief in het kasteel van Lozer, goed ontsloten door Bernard de Calataille, bevinden zich sleutelstukken voor ons begrip van Rubens' late landschappen, die tot nu toe helemaal niet bekend waren. Arnoud Balis kan ik helaas niet meer persoonlijk bedanken voor zijn steun. Mijn laatste gesprekken met de betreurde voorzitter van het Centrum Rubenianum gingen over dit onderzoek. Over de sterktes en grenzen aan het 19e-eeuwse Rubensonderzoek, over het aparte statuut van Rubens landschappen in de kunstgeschiedenis en over hoe de kunstenaar er steeds opnieuw in slaagt om ons te blijven verbazen. Als we vandaag samen door het landschap rond het steen zwerven, is dat ook in zijn gezelschap. Er bestond geen betere gids om het landschap van de Rubensstudie mee te verkennen dan Arnoud. De lezing is ook een beetje een ode aan Max Rozes, die als geen ander de 19e-eeuwse studie naar Rubens belichaamde. Straks springen we op de trein met hem richting het steen. Voor we ons reisdoel naderen, zoomen we even uit op de Zennevallei vandaag. De Amerikanen hebben een prachtig woord voor dit type landschap, heartland, het hart van het land. Dat is exact wat dit gebied is, het hart van ons land. Een onevenredig groot deel van onze kritieke infrastructuur bevindt zich binnen een straal van een zestal kilometer rond Rubens' voormalige buitenverblijf. De rode pin markeert het Rubens' kasteel. In het noorden de stad Mechelen, met bij Muizen een heel belangrijk rangeerstation voor goederen, treinen. In het zuiden de luchtmachtbasis van Melsbroek en de luchthaven van Zaventem. In het oosten het kanaal Leuven-Mechelen. In het westen het kanaal van Willebroek. Eigenlijk ja, de slagader van de industriële ontwikkeling van België. En in een boogje rondom het Rubenskasteel loopt de Europese weg nummer 19, de E19, die hier eigenlijk de A1 heet. En die naam A1 die zegt eigenlijk al heel veel over het belang van die weg voor ons land, die verbinding tussen Brussel en Antwerpen. Dagelijks denderen er vandaag zo'n 120.000 voertuigen langs het Rubenskasteel over die weg. Zes rijvakken, in de middenberm daarvan twee sporen waarover alle treinverkeer tussen de luchthaven en Mechelen zich beweegt en ook de internationale Thalys-verbindingen tussen Parijs en Amsterdam. Op de lijn, op de spoorlijn ten westen van het steen, hier ongeveer, intussen met vier sporen stappen we dadelijk zelf in. Kortom, met enkele welgemikte bombardementen binnen de hier getoonde zone kan ons hele land min of meer tot stilstand worden gebracht. De vallei is gevormd door de Zenne, die eeuwenlang het ritme van de lokale economie bepaalde. Ze ontspringt in Henegouwen, vloeit door Brussel om de Deile te vervoegen net ten noorden van Mechelen. Zo een verbinding vormend met de Schelde via de Ruppel. Met een lengte van slechts 103 kilometer is het slechts een kleine rivier in de veel grotere Noordzee-delta. De Zenne is nooit het soort stroom geweest dat dichters of nationale trots inspireerde. In de vroege jaren 90 stond de Zenne zelfs in brand over honderden meters tussen Brussel en Vilvoorde, vermoedelijk omdat een treinreiziger een sigarettenpeuk door het raam gooide. Dus de rivier stond in brand. Pas in 2007 werd een waterzuiveringsstation geopend in Brussel-Noord, zodat niet alle afvalwater van de hoofdstad in de rivier stroomde. In hetzelfde jaar werd voor het eerst sinds mensenheugenis opnieuw een vis waargenomen in de rivier.
Deze opleiding is niet bedoeld om jullie te deprimeren, wel om een tegengif te bieden bij de verleidelijke lyriek van Rubens' landschappen. In haar smalle, meanderende bedding vormde de Zenne al eeuwen een cruciale handelsroute tussen de belangrijkste stedelijke centra van de zuidelijke Nederlanden. Terwijl het gebied landelijk was, waren de stad, handel en industrie nooit ver weg. Altijd aanwezig in de achtergrond en het landschap aan de horizon. Het proces van verdichting en ontsluiting van het landschap was al heel actief aan de gang voor en tijdens Rubens' leven. Hij droeg er zelf aan bij. We zullen dus vooral contrasterende bronnen consulteren vandaag. Verslagen van deurwaarders, kaarten van waterbouwkundige ingenieurs en landmeters, documenten opgemaakt door feodale klerken. Prozaïsche bronnen die Rubens' poëzie complementeren. Wat het steen vandaag zo'n uitzonderlijke plek maakt, is dat deze locatie ons een unieke kans biedt om na te denken over economie, over ecologie, over waterbeheer, over duurzaamheid, over biodiversiteit, etc. Door Rubens' aanwezigheid en door de landschappen die hij er schilderde, is het een plek geworden waar we kunnen reflecteren over onze historische omgang met het landschap dat ons omringt. Het fantastische aan de kunstenaar is dat hij niet alleen van zijn tijd is, hè, om begrepen te worden in zijn eigen context, maar ook van alle tijden, om ons te doen nadenken over actuele thema's. Straks enkele concrete voorbeelden. Op 5 mei 1835 reed de allereerste trein op het Europese vasteland door het landschap waarvan Rubens bijna exact 200 jaar eerder een stuk kocht. Op slechts 1,5 kilometer van het kasteel. Dat is opnieuw geen toeval. We zagen al hoe centraal het steen ligt ingebed in wat een belangrijke transitzone is. De illustratie is een latere kleurenlithografie die het half eeuwfeest van die eerste treinrit moet markeren. De realiteit zag er ongetwijfeld iets minder idyllisch uit in 1835. Dit soort infrastructuurwerken zijn cruciaal om ons historisch begrip van het landschap te duiden. Ineens wordt een veel groter stuk land overschouwbaar op een veel kortere tijd. Technologie staat contractie van het landschap toe. Wanneer Victor Hugo in 1837 de trein van Antwerpen naar Brussel en terugneemt, schrijft hij verwonderd hoe de veldbloemen van kleurige stipjes tot kleurige strepen worden. Dat soort observaties waren natuurlijk onmogelijk voor de trein. Ook dit proces van contractie begint al voor Rubens' tijd. Daarover straks meer. Laat ons nu opstappen met de grote Rubens-geleerde Max Rozes, die op 25 september 1875 voor het eerst het steen bezoekt. Zijn portret hangt hier op de hal aan de uitgang van de zaal. Ik lees even een charmant fragment uit zijn reisverslag voor. Van Antwerpen vertrekkende begint men het best de wandeling te Eppegem, een dorp tussen Mechelen en Vilvoorde. Steen ligt nauwelijks een kwartier gaans van het station. Gewoonlijk leest men dat Perk het dorp is waar Rubens zijn buitenverblijf had. Dit is ene dwaling, die voor mij het onaangename gevolg had dat ik op de middag van de 25 september 1875 door ene brandende zon en langs onbeschaduwde wegen naar laatstgenoemd dorp opwandelde, om daar te vernemen dat Steen in het naburige dorp Elewijd ligt, een klein half uur noordwaarts van Perk. Met nieuwe moed hervatte ik de even lastige wandeling. En ja, tussen bomen en struikgewassen zag ik eindelijk het ouderwetse kasteeltje verrijzen, nog in de staat waarin het was toen Rubens het bewoonde. Dit is de toestand waarin Rozes het kasteel zag, net voor grote verbouwingswerken door architect Eugène Carpentier. Verder zullen we zien dat het kasteel onder Rubens er iets anders uitzag, met al één vleugel aan de achterzijde aan de kant op de foto het dichtst bij ons. Voor de romantische kunstgeschiedschrijving van het eind van de 19e eeuw was het echter verleidelijk om te denken dat het kasteel zich toen nog bevond in de staat waarin het was toen Rubens het bewoonde. Op de latere bouwgeschiedenis van het kasteel kan ik vandaag niet in detail ingaan, maar in opdracht van Toerisme Vlaanderen werd een bouwhistorische studie uitgevoerd die vooral voor de 19e en 20e eeuw erg veel interessante informatie opleverde. In zijn notitieboekje maakte Rozes ook deze schetsen van het kasteel. Dank aan Rubenianum-medewerker Elise Jacoms, die zich recent over de archieven van Rozes ontfermde, om deze schets onder mijn aandacht te
brengen. In 1898, na een eerste grote moderne bouwcampagne, bezoekt Rozes het kasteel opnieuw. Hoewel we geen bericht krijgen over zijn vervoersmethode en hij intussen de weg goed kende, lijkt hij opnieuw erg verhit en betoverd door de bijzondere plek. Hij noteert over de dame die hem rondleidde, een zekere mevrouw Wouters, rechtsboven in het schriftje. Mevrouw Wouters heeft een treffende gelijkenis met Helena Fourmont. Zeer blond, minder vlezig. Genoeg aanloop. Laat ons het steen vanaf nu benaderen via eigentijdse cartografische bronnen. Het merendeel manuscript, enkele daarvan ook niet gepubliceerd. Geen van die bronnen zijn tot nu toe betrokken in het kunsthistorische onderzoek naar het steen. Meerdere zijn, zoals ik al zei, volkomen onbekend. Onze virtuele verkenning begint op deze uitzonderlijk grote kaart van de loop van de Zenne. De kaart werd gemaakt door hofingenieur Mathieu Boulin en ze is meer dan 8 meter lang. Het soort stuk dat elke archivaris met veel tegenzin bovenhaalt dus. Boulins bedoeling was om de precieze koers van de Zenne in kaart te brengen om zo maatregelen tegen frequente overstromingen te kunnen treffen. Ironisch genoeg heeft de kaart zelf heel veel waterschade geleden, bijzonder in de zone die ons aanbelangt. Archiefonderzoek is heel vaak een frustrerende bezigheid. Op deze kaart, helemaal vol lacunes, zou het steen zich pal onder de beschrijvende tekst onder nummer 3 bevinden. Hier ongeveer. Op een kaart vol gaten is dat nogal een tegenvaller. Niet alleen de archivaris vloekte dus, maar ik ook. Let op de toren linksboven in beeld. Op slechts 1 kilometer ten noorden van het steen stond een sluistoren boven de Zenne. Pal ernaast, op een aftakking van de rivier, bevond zich een watermolen. In Rubens' tijd waren er al 2 mechanismes actief. 1 voor een korenmolen, een 2e voor een volmolen. Beide in het bezit van de stad Brussel. De sluistoren diende om tol te heffen op passerende schepen. De molen profiteerde van de specifieke hydrografische condities die door de sluistoren werden gecreëerd. Een regelmatig vol- en leeglopend stuwmeertje dat een perfecte energiebron was voor een watermolen. De restanten van de toren, die intact bleef tot de Duitsers hem bombardeerden in 1914, vormen een van de weinige elementen uit de gebouwde omgeving die Rubens zonder enige twijfel vandaag nog zou herkennen. Ik heb even op dit detail scherp gesteld, omdat we later naar deze plek terugkeren. Terwijl nog de sluistoren, nog de molen in Rubens landschappen voorkomen, mogelijk door een associatie met handel en industrie, zal ik aantonen dat het van hieruit is dat de kunstenaar, mogelijk na een beklimming van de toren, het landschap met regenboog concipieerde. De toren, door Boulin omschreven als la retenue en elders als spui, was gebouwd om water op te houden, zo een energiereservoir voor de molen scheppend. Maar het belangrijkste doel van deze sluis is verrassend genoeg het buitenhouden van inkomend water. Zelfs een oppervlakkige cartografische verkenning van het gebied leert ons dus al heel wat over de aard van het landschap in de vroegmoderne periode, toen bepaald door een getijdenrivier. De Zenne fluctueerde met de getijden tot een stuk voorbij Eppegem. Rubens landgoed lag dus pal aan de bovengrens van het bereik van de Noordzee, iets wat ons vandaag sterk verbaast. Ik zei eerder al dat dit een bijzondere plek is om na te denken over de evolutie van onze omgang met het landschap. En het is heel treffend dat na eeuwen van inspanningen om het effect van de getijden op het landschap te onderdrukken, we er nu alles aan doen om dat effect opnieuw te introduceren, om zo het oorspronkelijke landschap van slikken en schorren te herstellen. In 2017 werd door de Vlaamse overheid binnen het Sigma-plan een nieuwe hoogtechnologische getijdensluis geïnstalleerd die de getijden moet simuleren door afwisselend water van de Deilen en de Zenne te pompen en omgekeerd. Dus in die eeuwen tussen Rubens verblijf op het steen en vandaag maken we stilaan een omgekeerde beweging.
Rubens' adembenemende landschap bij Maanlicht uit de Courtauld Gallery in Londen wint aan dynamiek wanneer we er ons bewust van zijn dat de maan het landschap rond het steen niet alleen belichtte, maar dat ze het effectief ook vormde. Ze is meer dan een schilderachtige nachtelijke lichtbron. Ze is een kracht van de natuur die cyclisch water in en uit het landschap rond het steen ademde. Wat mij erg fascineert zijn de parallele blikken die vrijwel gelijktijdig dezelfde fenomenen bestudeerden. Rubens' weergave is artistiek, dichterlijk. Zijn sterrenhemel is imaginair en kan niet gekoppeld worden aan bestaande constellaties. Hij schildert een soort essentie, hè, een verdichting, een bijna emotionele verhouding tot de nachtelijke hemel boven zijn steen. Rond 1644... maximaal 10 jaar na de totstandkoming van het landschap uit de Courtauld, maakt Michiel Langrenus, cosmograaf en ingenieur aan het Brusselse Hof, deze belangwekkende kaart van dezelfde maan. Het is de allereerste kaart waarop het landschap van de maan wordt benoemd, waarop dus namen worden toegekend aan gebieden op het hemellichaam. Langrenus, over wie straks meer, doopte deze zone de Mare Belgicum. Dat werd later de Mare Tranquillitatis en de landingsplaats van Apollo 11. Rubens en Langrenus zullen beide met een heel andere blik naar het landschap rond het steen kijken vanuit hun eigen discipline. Daarover verder nog iets meer. Het is belangrijk te beseffen dat de artistieke en de wetenschappelijke blik niet strikt gescheiden waren in de 17e eeuw. Cartografie was geen exacte wetenschap, zoals de immens populaire zogenaamde picturale kaarten aantonen. Zulke kaarten bevatten allerlei anekdotische details om het geheel te verlevendigen. Op deze kaart uit 1620 ongeveer van het gebied rond Mechelen bevindt het steen zich ongeveer aan de achterkant van de bovenste koe. Het detail kan opnieuw de indruk wekken dat van een soort onaangeroerd landelijk gebied, maar in de realiteit was het landschap ook toen al op massieve schaal door ingenieurs ontworpen. Rubens vestigde zich dus geenszins in een maagdelijk paradijs. Dit was een cultuurlandschap, geen natuurlandschap. Dit is de ceremoniële spade waarmee in 1550 de eerste steek werd gegeven voor het kanaal tussen de hoofdstad en de Schelde, de zogenaamde Brusselse scheepvaart, nu de Willebroekse vaart. Bijna 30 kilometer lang, 30 meter breed en 2 meter diep en uitgerust met een opeenvolging van hoogtechnologische sluizen, was dit een formidabel staaltje van vroegmoderne infrastructuur dat tot op vandaag de kaart van België mee bepaalt. Het project lag op de tekentafel sinds de Bourgondische periode, maar werd zeer actief tegengewerkt door de Mechelaars, die hun spelrol aan de samenvloeiing van Deile en Zenne en de daarbij horende tolinkomsten bedreigd wisten. In de Habsburgse centralisatiepolitiek was het een sleutelproject dat de relaties tussen het Hof in Brussel en het mercantiele centrum Antwerpen moest aanhalen. Het kanaal fungeerde als een openbaar vervoerssysteem en zorgde meteen voor een enorme stimulans voor de interne markt. Via de Zenne van de hoofdstad naar de Schelde reizen kon afhankelijk van de omstandigheden 3 tot 8 dagen duren. Over het kanaal, uitgegraven ten westen van de rivier, werd de maximale reistijd in comfortabele trekschuiten door de overheid begrensd op 5 uur. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Betekent ook dat die landelijke gebieden waar bederfbare waar werd verkocht en zuivel ineens konden toevoeren naar steden die veel verder aflagen. Dus die interne markt kreeg een enorme boost. Net zoals de eerste treinlijn dat deed voor Victor Hugo, kregen onze voorouders zo een heel andere blik op hun landschap te zien. Het is veelzeggend dat de eerste cartografische afbeelding van het dorpje Elewijd voorkomt op een kaart die de voltooiing van het kanaal in 1561 viert. De nieuwe waterweg zou het landschap ingrijpend veranderen. Verbindt hier Antwerpen met Brussel, hier loopt het kanaal naar de Schelde. Dorpjes, afhankelijk van inkomsten afkomstig uit de scheepvaart over de Zenne, zagen zichzelf uit de markt geconcurreerd, behalve wanneer het kanaal gesloten was voor baggeren.
Rubens, een gewiekste investeerder, bezat een financiële belang in het kanaal dat hij van de hand deed vlak voor hij het steen kocht. Het kasteel bevindt zich ongeveer in het midden tussen Elewijd en Eppegem. X marks the spot. De dichtste stopplaats voor een trekschuit bevond zich op zo'n 5 kilometer van Rubens kasteel. Het commerciële succes van de Brusselse scheepvaart inspireerde ingenieurs tot nieuwe voorstellen en projecten. Dit plan uit 1664 door ingenieur Antoine van Marcke stelde een heel netwerk van nieuwe waterwegen voor. Als Van Marcke zijn visie had kunnen realiseren, zou een vertakking van de Brusselse scheepvaart pal langs het steen hebben gelopen. Hier. Met een tweede arm die het kasteel zou afsnijden van Elewijd. De stippenlijnen dus hier. Alle groene zones waren overigens overstromingsgevoelig, de hele onmiddellijke omgeving van het steen dus. Hofcosmograaf, cartograaf en ingenieur Michiel Langrenus, we zagen daarnet zijn kaart van de maan, stelde een meer ambitieuze verbinding met Mechelen voor in 1663, waarbij de Zenne met een brug over het kanaal zou geleid worden. Exorbitante kosten en enorme verstoringen aan bestaande infrastructuur beletten de meeste van deze projecten om verder dan de tekentafel te komen. Niettemin is het belangrijk om te noteren hoe dicht bij het steen meerdere van deze voorgestelde kanalen zouden lopen. Sommige, zoals Langrenus' voorstel, waren deels bedoeld om de waterhuishouding in de hoofdstad te verbeteren, die vooral ten noorden erg gevoelig was voor overstromingen. Dit schijnbaar afgelegen stukje platteland was in feite dus diep verweven in grootstedelijke ingenieursprojecten en onderhevig aan centraal aangestuurde economische en ecologische beleidskeuzes. Wanneer we kijken naar het huidige natuurlijke overstromingsgebied rond het steen, hier aangegeven in het roze, merken we dat de problemen uit de 17e eeuw vandaag nog steeds actueel zijn. Links een brede roze strook langs de Zenne, rechts een smallere strook langs de Barenbeek. Waar die twee zones elkaar net niet raken, hè, daar ligt het steen gevrijwaard door de slotgracht. Het is ook belangrijk om ons te realiseren dat wat zich op een macroschaal afspeelde in het landschap ook werd weerspiegeld in een eindeloze hoeveelheid kleinere interventies. Dichtgeslepte meanders van de Zenne werden doorgesneden, zoals hier. Beekjes werden omgeleid om watermolens mee te voeden. Baggercampagnes werden door de overheid opgelegd om de stroming op peil te houden. Rubens zelf legde de Barenbeek om, zodat het water in de slotgracht van het kasteel vers bleef. Hij installeerde kleine sluizen op zijn landgoed en legde kanalen aan om de watertafel op het domein te controleren en om weides te irrigeren, te bemesten en te draineren. Enkele van Rubens' landschappen, zoals dit prachtige blad uit de Hermitage, documenteren zulke kleine installaties. Dus dit is een kleine sluis, een zogenaamde ark. En onder de grond zat dan een buis waarmee stukken land konden worden geïrrigeerd of gedraineerd. Omdat zulke interventies de waterspiegel konden affecteren voor eigendommen die stroomopwaarts of stroomafwaarts lagen, werden ze heel nauwgezet opgevolgd door buren en door lokale autoriteiten. In Rubens geval biedt de Schepenbank van Eppegem bijvoorbeeld inzichten in de waterbouwkundige activiteiten op het domein. Rubens' acties op het steen waren helemaal niet uitzonderlijk. Landeigenaars doorheen de hele vallei deden exact dezelfde dingen. Het gecumuleerde effect van deze individuele inspanningen om het water te beheersen was cruciaal voor de economie. Slecht waterbeheer reduceerde het land dat beschikbaar was voor grazen en het had een dramatische impact op de hooioogst en bij gevolg op de prijs van dit cruciale wintervoer voor het vee, wat op zijn beurt de prijs van basisvoedingsmiddelen zoals melk, boter en vlees de hoogte induwde. Het is duidelijk dat zo'n domino-effect waterbeheer tot een topprioriteit maakte voor centrale en lokale overheden en voor particuliere landeigenaars. Genoeg water, laat ons het steen nu benaderen over land. Als Rubens vanuit Antwerpen te paard of per koets zou reizen, nam hij deze weg, voorgesteld op een kaart uit circa 1600.
Het eerste stuk, zuidwaarts vanuit Mechelen, onderaan weergegeven, was verhard met kasseien, waardoor de reis relatief comfortabel was. De kasseiweg liep door tot in Zemst. Ten zuiden van het dorpje verslechterde de staat van de weg. En dat is hier ook echt expliciet meegegeven. Heel dramatisch. Tegen Vilvoorde was de weg eigenlijk levensgevaarlijk en elke winter vielen er dodelijke slachtoffers door verdrinking. Rubens' eindpunt was Eppegem. Hier het kerkje van Eppegem, op zo'n 2 kilometer van het Steen. Hij reisde doorgaans in de zomermaanden naar het Steen, wanneer deze weg bruikbaar was. Hij stond bekend als de Zomerweg. In het winterseizoen was het veel veiliger om binnendoor te reizen, meer naar het oosten, over de Hofstaden, weg van de Zenne. Deze roadmap brengt ons verleidelijk dicht bij het Steen. Maar, frustrerend genoeg, waren er geen gedetailleerde 17e-eeuwse kaarten van het gebied bekend. Met deze landmeterskaart van een zekere J. Kannaerts uit 1647, afkomstig uit een procesdossier van de Raad van Brabant, dat voorlopig helaas niet is teruggevonden, kunnen we de kerk van Eppegem midden onderaan herkennen en kunnen we eindelijk verder reizen naar Rubens' kasteel. Dit was tot voor kort terra incognita. Na Rubens' landschap met het Steen uit de National Gallery is dit de vroegste weerhaven van het gebouw. We herkennen een typische dubbele mottenstructuur. Een motte is een opgehoogd eilandje omgeven door een gracht. De aarde die werd opgegraven om de gracht te maken, werd gebruikt om het defensieve eilandje in het midden ervan te verhogen. Op de motte het dichtst bij ons herkennen we de toren die we straks ook zullen zien op Rubens' landschap met het Steen. Hier te zien. Op de tweede motte erboven staat het huis zelf. Terwijl Rubens' schilderij ons enkel de voorkant van het huis toont, vanuit het westen, net zoals een later schilderij van Teniers uit de jaren 60, krijgen we hier een zicht vanuit het noorden. Hieruit blijkt dat er in 1647 al een vleugel was aan het gebouw, dit stuk, aan de kant van de toren. Gezien de onverdeeldheid van Rubens' nalatenschap tot eind 1645 is het heel waarschijnlijk deze vleugel waar Rubens' bouwactiviteit aan het Steen zich concentreerde. Uit archiefbronnen weten we dat Rubens aan Jan Colaas, een aannemer, bovenop de bouwkost 2 schilderijen beloofde voor de bouwwerken die hij uitvoerde aan het kasteel. De man ontving na Rubens' dood helaas 2 kopieën. Hier Rubens' eigen landschap met het Steen. We zien de gevel die op de voorgaande kaart onzichtbaar bleef. Hier en de toren daarachter. De toren was niet veel hoger dan het huis zelf en we zien die door de bomen. Over de jager in de voorgrond is wel eens gesteld dat hij Rubens zelf zou moeten voorstellen, maar ik geloof zelf dat hij eerder dient als een slim plaatsnaambordje. De parochie waartoe het Steen behoorde, heette namelijk voluit Sint Huybrechts Elewijd, gewijd dus aan de patroon van de jacht. De echte doorbraak kwam er toen ik me ging verdiepen in Rubens' buren, waaronder Frederik de Marcelaar, een formidabele en iets wat ijdele figuur die in al zijn panache eigenlijk een soort type voorbeeld is van de ambitieuze en ondernemende 17e eeuw. Links geportretteerd door Van Dijk op een portret uit de National Gallery in Dublin uit ongeveer 1627. De Marcelaar huwt heel verstandig in het adellijke geslacht de Baronage en wordt kasteelheer in Perk. Hij is tijdens het tweede kwart van de 17e eeuw de spelfiguur in het Brusselse politieke leven en bijna aaneensluitend burgemeester van die stad. Hij is ook herhaaldelijk superintendant van het Brusselse scheepvaart, van het kanaal, en hij schrijft een handboek voor diplomatie, de Legatus, waarvoor zijn buurman Rubens het voorblad ontwerpt, hier rechts in beeld. In 1638 verheugt de Marcelaar zich op het afgewerkte ontwerp, na 3 jaar wachten, wat betekent dat de vraag aan Rubens vermoedelijk werd gesteld kort nadat ze buren werden in 1635. Fantastisch is dat de Marcelaar nooit diplomaat is geweest, maar wie het een kwart eeuw volhoudt in de Brusselse politiek, weet evident wel iets over diplomatie.
Belangwekkend voor ons is dat de Marslaar en zijn nakomelingen een aanzienlijk familiearchief samenstelden dat op vandaag nog steeds intact is en dat wordt bewaard door baron de Lafaye Duizen. In dat archief bevinden zich deze twee grote picturale kaarten van de hand van de Leuvense landmeter Johannes Petrebus. De kaarten zijn opgemaakt in 1686 en 1687 op verzoek van Fredericus Ignatius de Marselaar, baron van Perk. Rubens stierf in 1640, Helena Fourmont in 1673, maar de heerlijkheid Het Steen was nog steeds intact en in handen van Helena's zoon Hyacinthe de Broeghoven de Bergijk toen deze kaarten werden opgemaakt. Het domein was onveranderd sinds Rubens' dood. Gedetailleerde grootboeken die op de Marselaarsvraag werden opgemaakt, bevatten een legende bij de kaarten en documenteren in detail het land dat in bezit was van Hyacinthe. Kortom, deze kaarten staan ons toe om het landeigendom van Rubens met grote precisie te bepalen, tot op het perceelsniveau. Terwijl we hiermee een groot deel van Rubens' eigendom kunnen reconstrueren, is het belangrijk om in gedachten te houden dat hij ook land bezat in Eppegem en Weerde en verder weg van het kasteel dat niet op deze kaarten is weergegeven. Hier ziet u de kaarten liggend op een vergadertafel voor 12, om een idee te geven van hun schaal. De kaarten op papier zijn gemonteerd op canvas en hoewel de iets wat naïeve stijl van de landmeter evident is, zijn ze toch erg decoratief. We kunnen ons perfect voorstellen hoe goed ze zouden staan in een monumentenkamer, een prachtige manier om indruk te maken op bezoekers aan het kasteel van Perk die in rekening met hun heer kwamen vereffenen. De kaarten sluiten perfect bij elkaar aan en samen bieden ze een ononderbroken zicht op het landschap ten oosten van Het Steen. Elk perceel is nauwkeurig genummerd en elk nummer correspondeert met een gedetailleerde beschrijving in de grootboeken. Gekleurde randen onderscheiden landbouwgrond van weidegrond, bos is aangeduid met boompjes. De precisie van Petrebus' opmetingen is opmerkelijk. Er is geen enkel verschil tussen zijn kaarten en kaarten die kort na de onafhankelijkheid van België werden opgemaakt in 1830. Het grondgebied van Elewijd is bijvoorbeeld perfect herkenbaar door de gelijkenis met de kop van een hond. Wij richten ons op de tip van de snuit van de hond waar Het Steen is gesitueerd. We herkennen opnieuw de dubbele mottenstructuur. Hier en hier. De toren en het huis, waaraan intussen een tweede vleugel is toegevoegd om tot een U-vormige architectuur te komen. Die structuur is nog herkenbaar op de Villaret-kaart uit het midden van de 18e eeuw, links onderaan. Terwijl de stijl van onze tekenaar wat kinderlijk mag lijken, blijkt hij toch een erg betrouwbare observator te zijn. Een goed voorbeeld is zijn weergave van Hof ter Borcht op 2,5 kilometer van Het Steen, eigendom van de familie Wallem. Links een ets door Jacobus Harrewijn, waarop het huis uit het oosten te zien is, rechts Petrebus' versie gezien uit het noorden. De vergelijking geeft een goede indicatie van de accuratesse van onze landmeter. Harrewijns meer professionele ets diende als illustratie voor Jacques Leroy's Castella et Praetoria Nobilium Brabantiae, een luxueuze publicatie over de landhuizen van de Brabantse adel. Bizar genoeg is Het Steen nooit opgenomen in een van die populaire vastgoedpublicaties. Mogelijk omdat het huis niet diende als de langdurige zetel van een adellijk geslacht, of omdat het te klein was, of omdat het tegen het eind van de 17e eeuw architecturaal niet langer in de mode was. Opvallend is dat deze relatief kleine hap uit het landschap, zo'n 5 op 10 kilometer, 5 substantiële landgoeden en enkele kleinere bevat. Voor 2 daarvan, Perk, linksboven, en Schiplaken, middenboven, zijn uitgebreide familiearchieven bewaard die nieuwe informatie over de geschiedenis van Het Steen bevatten. Deze landgoeden waren alle heerlijkheden aan het begin van de 17e eeuw, geen aristocratische domeinen. De families die ze in eigendom hadden, hadden doorgaans geen mercantiele associaties, maar wel lange tradities van overheidsdienst. De locatie tussen Brussel en Mechelen bood veel professionele kansen voor juridische en financiële profielen. Enkele van de families die hier woonden zouden in de aristocratiseringsgolf van de 17e eeuw een erfelijke titel verkrijgen.
Rubus was erg trots op het feit dat hij heer van Steen was. Na de vermelding dat hij de zoon was van Jan Rubus, een schepen of senator van Antwerpen, is het de eerste van vele verwezenlijkingen die op zijn grafsteen worden benoemd. Steini Toparcha, heer van Steen. Toch is dit geen aristocratische titel, zoals wel eens wordt beweerd, maar slechts een feodale titel verbonden aan een eigendomstitel van land dat in leen werd gehouden. Niettemin, het bezit van een dergelijke feodale heerlijkheid was niet zelden een stapsteen naar een erfelijke titel. Over Frederik de Marselaar, die baron werd, hadden we het eerder. Rubusbuur in Schiplaken, Jan Baptista de Visser, was een inspecteur van de militaire troepen met een hoge graad, die veel reisde om zijn taken uit te voeren, terwijl zijn echtgenote Cornelia de Norman het landgoed overzag. Ook zijn familie zou in de adelstand worden verheven. Meerdere van Rubus' buren voerden de gewilde en lucratieve rol uit van superintendant van de Brusselse scheepvaart. Wat de familiearchieven van deze heerlijkheden onthullen, is opnieuw dat dit geen rustig Virgilis Arcadia was waar iedereen gearmd in rijdansen door de weide strok. Een groep paarden die grazen op een stuk land zonder toestemming van de grondbezitter voerden tot proces. Zelfs schade aan een enkele boom volstond voor een juridisch geschil. Ieder onderdeel van dit landschap was een economische hulpbron en elk stukje land dat we op Rubus' schilderijen zien, behoorde iemand toe. Rubus' voorganger op het steen, Jan Kools, werd gedwongen tot verkoop omdat hij het domein had bezwaard met schulden. Zijn buren waren daarbij belangrijke crediteuren. Jan Baptista de Visser dwong Kools om grote stukken land door hem te laten gebruiken om de schulden van Kools te verminderen. Hij liet zijn vee op Kools land grazen en verkocht het hooi van Kools nadat hij het liet aanslaan door een deurwaarder. Toen Rubens het steen kocht, waren de vruchten op het land niet van hem. Ze behoorden nog toe aan de crediteuren van Kools. Financieel gesproken heerste hier dus een hard en zakelijk klimaat. Conflicten handelden vaak over eigendomsgrenzen en het in stand houden van hekwerk. Afsluitingen en grachten was een vast onderdeel van het plattelandsleven. Ook zo op het steen. Zoals de uitdrukking het wel, good fences make good neighbors. Ik treed niet te veel in detail over de archiefbronnen die ik kon opsporen, maar ik ontdekte de verkoopsakte van 12 mei 1635, waarin Rubus het domein via een tussenpersoon uit faillissement aankocht, en het daaropvolgende document van 12 november 1635, waarin hij aan zijn feodale verplichtingen voldeed, zo officieel heer van Steen wordend. Beide documenten bevatten lange en gedetailleerde beschrijvingen van het domein. Met latere aankopen, bijvoorbeeld in 1638, breidde Rubus zijn bezittingen nog gevoelig uit. Ik kreeg bijna het gevoel dat hij meer land aankocht naarmate hij het schilderde, net zoals hij de landschappen uitbreidde met extra panelen. De kaarten uit het familiearchief de La Faye Duizen geven ons eindelijk greep op het land rond het steen. Dit kleine landschap, met een laan met bomen uit Boston bijvoorbeeld, kan nu gezien worden in een nieuw licht. Het schilderijtje, in olieverf op papier gemonteerd op paneel, vertoont een schetsmatige en directe stijl. Het is naar alle waarschijnlijkheid geschilderd van bovenop de toren van het steen, over de bomenlaan richting Elewijd kijkend. Het gebouwtje in de verte, hier amper zichtbaar, is Steenhof of Steenwinkel, op de grens tussen Elewijd en Perk. Ik ben ervan overtuigd dat de toren, beschreven als een schone, hoge toren in de verkoopsakte, en het uitzicht die hij bood, het steen mee aantrekkelijk maakte voor Rubus. Landbouwkundig was het domein niet optimaal gelegen. Ongeveer een vierde van het terrein lag tijdens de wintermaanden compleet onder water. Schokkend genoeg loopt de E19 vandaag pal door dit landschapje. Hier ongeveer. Mijn pendeltraject voert mij elke dag twee keer door dit schilderijtje. Dit landschap uit de Barber Institute in Birmingham bevat bijna geen topografische details. Toch staan de kaarten uit het archief de La Faye Duizen ons toe om het standpunt bij benadering te bepalen. Vermoedelijk in zicht vanuit de Roezebroek, moerassig weiland aan de Barenbeek, vlakbij het steen en in Rubus' eigen bezit, richting Elewijd in het oosten kijkend. De Barenbeek is overigens de beek die door Rubus gedeeltelijk werd omgeleid om de slotkracht van het kasteel te voeden. De spits van de kerk van Elewijd is net zichtbaar in
de verte. Net iets verder, op zo'n 20 minuten stappen ten zuiden van het steen, stond de molen van Perk, eigendom van Rubens buurman de Marselaar. Van de weg uit Elewijd zou de dorpskerk van Perk te zien zijn in precies deze hoek. Rubens verdichtte het landschap door water en bos in de compositie te integreren, maar de topografische kern is waarachtig. Dus hier op de kaart de weg van Elewijd richting Perk met hier de dorpskerk, hier de molen. Hier in detail, gewoon omdat het kan en om even stil te staan bij Rubens, ja, onafvolgbare meesterschap als landschapsschilder. Hè. De molenaar stapt zwaar beladen met een grote zak meel naar beneden, naar een wachtende kar. De wieken van de molen bollen in de wind. Nevel stijgt op uit het land, hè. Het dorp en de zon schemeren door de mist. Mogelijk ben ik ook een beetje vatbaar voor de romantiek van 19e-eeuwse Rubens-onderzoekers als Roses, maar ik voel hierin toch echt een echte liefde en een echte kennis van het land. Minder romantisch is de volgende afbeelding. Zoals de sluistoren werd ook de molen in 1914 door de Duitsers vernield. Alle potentiële uitkijkposten in dit vlakke landschap moesten er aan geloven. Ik maak me zelden kwaad over misdaden uit het verleden, maar als je voor dit heilig hart staat tijdens een wandeling, kan je toch alleen maar een beetje stampvoeten. Hier hetzelfde landschap, hè, van de andere kant gezien door Jacob van Werden, naar het noorden kijkend over het kasteel van Perk. Dus een identiek zicht vanuit het zuidoosten, de dorpskerk en de molen zijn duidelijk zichtbaar. Verschillende van de elementen uit Petrebus' kaarten kunnen gerelateerd worden aan Van Werden's gedetailleerde tekening. Hè. David Teniers, hier latere verblijf, Drei torens kan herkend worden op de kaart, net zoals het steen zelf, hier indicatief weergegeven, net links van de molen. De torenspitsen aan de horizon zijn die van de kerk van Eppegem, Weerde en de kerk van Elewijd blijft net buiten beeld aan de rechterzijde. Terwijl de kaarten uit het archief de La Faye Duizen ons een meer prozaïsch en ongesofisticeerd beeld presenteren van het landschap dat Rubens inspireerde, bezitten ze toch hun eigen poëzie. Plaatsnamen als platte steen, roezebroek, lange bemden, tinnenpot, biekorf, ravenbos en vissenpoel bezitten een evocatieve kwaliteit. Eén van die toponiemen, de zilveren bemd, waar Rubens zelf ook land in bezit had, kan zelfs gerelateerd worden aan een brief van de kunstenaar van 4 september 1636 aan zijn geleerde vriend Nicolas-Claude Fabry de Perez. In de brief meldt Rubens verblijd dat er twee Romeinse Antonijnse munten waren gevonden nabij zijn buitenhuis. Een vondst die hij als een voorspoedig omen interpreteerde. Dit zijn niet de specifieke munten uit Rubens' bezit, maar op basis van de beschrijving uit de brief weten we dat het om deze munten ging. Het is toepasselijk, maar volkomen onbekend aan Rubens, dat er zich onder de velden van Elewijd een grote Gallo-Romeinse nederzetting bevond, die pas ontdekt zou worden in 1725. Veel vroeger al werd de naam Zilveren Bemd gegeven aan deze zone, omdat er een veelheid aan Romeinse munten werden gevonden. Vooraleer we terugkeren naar ons vertrekpunt om te concluderen, verwijs ik graag even naar Svetlana Alpers invloedrijke boek uit 1983, The Art of Describing. Alpers identificeert daarin een spanning tussen een kunstpraktijk die volgens haar vooral beschrijvend zou zijn en een academische neiging om die beschrijvende kunst op emblematische wijze te interpreteren. Om met andere woorden betekenis te zoeken waar er volgens Alpers geen te vinden is. Tijdens mijn onderzoek moest ik heel vaak aan haar betoog denken. De verkoopsaffiche voor het steen, links in beeld, is ook een document waar geen enkel exemplaar meer van bekend was sinds een laat 19e-eeuwse transcriptie werd gepubliceerd. Teruggevonden in het Rijksarchief in Vorst, aangevuld met een compleet onbekend document dat verder landbezit van Rubens beschrijft. Hier. Deze documenten zijn kostbaar, maar ze zijn natuurlijk precies wat Alpers benoemt, beschrijvingen. De kaart van Cannaerts uit 1647 en die van Petrebus uit 1686 en 1687
En vele andere kaarten die kleinere percelen in de omgeving van het steen weergeven, zijn ook beschrijvingen. Het resultaat van wat Alpers de mapping impulse noemt. De ontdekte verkoopsakte van 1635 en de feodale afhandeling uit hetzelfde jaar bevatten allebei lange en heel gedetailleerde schriftelijke beschrijvingen van de heerlijkheid. Elk perceel wordt opgelijst, de aard van het terrein wordt benoemd, hoe vochtig is het grasland, is het landbouwgrond, de omvang ervan wordt gegeven en de aanpalende gronden en buren worden geïdentificeerd. Hoe verhouden zulke in essentie beschrijvende documenten zich tot de kunst van het landschapsschilderen? Hebben ze er tout court iets mee te maken? In zekere zin is Rubens een landmeter. Met de kennis van Rubens landsbezit die we nu hebben, weten we dat het landschap met het steen zijn bezittingen in de Zennevallei in kaart brengt. Aaneengesloten grote landerijen waren zeldzaam. Eigenaarschap legde zich als een lappendeken over de vallei. Zonder de opheffing van de kloosterordes, zoals uitgevoerd door Hendrik de VIII in Engeland, was het grondbezit hier erg versnipperd. Eeuwenoude schenkingen betekenden dat ordes in bijvoorbeeld Mechelen of Vilvoorde hier versnipperde partijen land in bezit hadden. Rubens' ambitieuze panoramische zicht omvat precies zijn verste eigendommen. In Capelle, helemaal aan het verste stuk van de horizon, tot Ammuizen, helemaal aan de rechterkant van de horizon. Capelle op zo'n 12 kilometer ten noordwesten van het steen, Muizen op zo'n 8 kilometer ten noordoosten. Toch kunnen we dit landschap moeilijk beschrijvend noemen. Rubens is geen echte landmeter. Zoals Edward Norgate schreef op basis van gesprekken met de kunstenaar, greep Rubens in. Hij toonde het landschap verbeterd, un poco aiutato. Hier heeft hij bijvoorbeeld kleinere dorpjes als Weerde en Hofstede samengevoegd in een klein stadje voor een beter en meer schilderachtig effect. Rubens was duidelijk een slechte feodale klerk of landmeter geweest, te veel verbeeldingskracht. Terug naar de sluistoren over de Zenne bij Weerde. Op iets meer dan een kilometer van het steen, een uitkijkpost aan de rivier en een overigens vlak landschap. Rubens had ook hier land in eigendom, weten we nu. Vlak aan de rivier, die hier ook vandaag nog in smalle, scherpe meanders door het landschap trekt. Met de kennis van het terrein die we hebben verworven, wordt duidelijk dat de horizon op het landschap met regenboog uit de Wallace Collection wel degelijk een topografisch correcte weergave is van het landschap. De kerk uiterst links is die van Weerde. De spits rechts van de boom, net links van de regenboom, is die van de kerk van Elewijd, de parochie waartoe het steen behoorde. Verder naar rechts en naar het zuiden kunnen we de zonverlichte wieken van de molen van Perk herkennen. Bij gevolg is het gebouw links onder de molen, hier, het steen zelf. Terwijl het geheel topografisch accuraat is, heeft Rubens kleine verschillen in hoogte aangezet om het drama van het landschap te verhogen. De molen stond bijvoorbeeld effectief op een verhoging die Rubens hier tot een heuvel maakt. Perk lag hoger dan Elewijd, maar het verschil was kleiner dan Rubens hier suggereert. Alleen al door het steen pal onder de regenboog te situeren, met de spreekwoordelijke pot goud ergens aan het begin van de bomenlaan die naar het kasteel leidt, overstijgt Rubens het puur topografische. Hij injecteert narratief en poëzie in deze wonderlijke beschrijving. Samen met Lucy Davis legde ik in dit soort kinderlijke diagrammen de puzzel voor de twee grote landschappen. Dankzij de kaarten konden we het standpunt voor de twee landschappen met vrij grote precisie vastleggen, tot de conclusie komen dat ze wel degelijk één consistente atmosferische situatie tonen, met een opkomende zon in het landschap met het steen, tegenover een regenboog in het landschap met regenboog. Het spreekt voor zich dat zulke simpele oefeningen verbleken naast Rubens' meesterwerken. Het meest verfrissende aan dit onderzoek was de vaststelling dat er zelfs over een kunstenaar als Rubens nog belangwekkende nieuwe archivalische vondsten mogelijk zijn. Dat de 19e eeuw de archieven niet heeft leeggezogen.
Met betere inventarissen, voortgaande detailontsluiting en digitalisering openen zich vandaag nieuwe panorama's op onze kunstgeschiedenis. Ik vind dat een erg bemoedigende gedachte. Het maakt ook heel erg duidelijk dat het loont om Rubens hier ter plekke te bestuderen. Buitenlandse instellingen als de Getty of de Warburg beschikken over fantastische bronnen, maar om de schepenbank van Eppegem, de processen voor de Raad van Brabant, de kaartboeken van Mechelse kloosters, het parochiearchief van Elewijd of de familiearchieven van lokale aristocratische families te bestuderen, moet een onderzoeker naar hier komen. Het Rubenianum blijft daarbij evident de ideale uitvalbasis. Ik toon ook even deze koeien, gewoon omdat het kan en omdat ik een beetje verliefd ben op de koe in het midden. Ook omdat het de beste koeien zijn uit de hele kunstgeschiedenis. Dus naar die magistrale koe die hier midden in beeld tegen een achtergrond van de reflectie van de regenboog haar eigen weerspiegeling staat op te drinken, daar kan ik dus uren naar kijken. Alleen naar dat stukje. Dus in andere woorden, Rubens is gewoon de beste. De hoger aangehaalde topografische details werden in de loop der eeuwen irrelevant voor latere kijkers. Die meenden dat Rubens een soort imaginaire, geïdealiseerde landschappen produceerde. Maar voor de kunstenaar zelf en voor zijn familie waren die topografische en geografische details wel degelijk belangrijk. Eenmaal we in staat zijn onszelf te oriënteren, valt het op dat het panorama naar het zuidwesten, richting Vilvoorde en Brussel, geblokkeerd is door een groep hoge bomen. De donkere wolken die zich samenpakken boven deze zone bevatten weer een narratief element dat oninzichtelijk blijft voor een kijker die zich niet bewust is van de precieze locatie van dit uitzicht. Rubens' verzuurde relatie met de hoofdstad, met het hof en zijn intriges, is goed gedocumenteerd. Het is hier, weg van het hof, geborgen door de natuur, dat hij verse inspiratie vond. Vandaag zouden we in de achtergrond onder de regenboom, en er is tussen de bomen en het begin van de regenboom, de opstijgende vliegtuigen van de luchthaven van Zaventem zien. Een laatste element van dit landschap dat ik wil toelichten is het graangewas links in de compositie, dat ons als een geel-gouden weg dieper in het landschap duwt. De vorm, schaal en locatie van het veldje is erg opvallend. De positionering van een graangewas paal naast de stroom is bizar. Zulke overstromingsgevoelige percelen werden gebruikt als graas of hooiland. Graangewassen zijn te gevoelig voor rot. Ik geloof dat het gewas, als ik het juist heb, tarwe, een ode is aan Rubens' blonde echtgenote Hélène. Haar familienaam, Fourmont, was ook het Franse woord voor tarwe in Rubens' tijd. Let ook op het meisje met de melkkan centraal in beeld. Vanaf de jaren 1620 gebruikt Hélène's familie schoven tarwe als een heraldisch devies op portretten, grafmonumenten en op bijvoorbeeld het tapijt hier in beeld uit de collectie van het Museum Maier van den Berg. Hier opnieuw de schoven tarwe op Helena Fourmont's eigen grafmonument in de Sint-Jacobskerk. Uit archiefbronnen is duidelijk dat zij een erg actieve rol opnam in het beheer van het landgoed. Bijvoorbeeld door 450 grote iepen te verkopen voor constructiehout of door het waterbeheer te overzien. Dus een mooi contrast met het beeld van een beetje het domme, brave blondje dat moet poseren dat we hebben, is dat Helena Fourmont bijna 500 bomen laat kappen op het kasteeldomein en naar waar trouwens aan zeer scherpe prijzen op de markt verkocht. Enkele van haar klanten moesten een hypotheek nemen na aankoop bij haar. Toen Rubens' aankoop van het steen was voltooid in 1635, had ze hem al een dochter geschonken, Clara Johanna, op dat moment 3,5 jaar oud. En een zoon, Frans, toen 2 jaar oud. En een derde kind, Isabella Helena, was op dat moment een paar maanden oud. In de vroege zomer van 1636 was ze opnieuw zwanger van Peter Paul Junior, geboren in de vroege lente van 1637 en heel waarschijnlijk verwekt op het steen. Het tarweveld en de melkkan suggereren voor mij niet alleen een ode aan de vruchtbaarheid van het Brabantse landschap, maar ook aan die van zijn echtgenote. In het Hooglied, dat meest lyrische boek van de Bijbel, lezen we: uw navel is als een ronde beker waaraan geen drank ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe rondom bezet met leliën. Het schilderij is dus niet louter een topografisch document of een abstracte ode aan het land. Het is ook een diep persoonlijke liefdesverklaring over huwelijksgeluk onder Rubens' eigen regenboog. Dank voor uw aandacht.
Zijn er vragen? Hoeveel van de naburige kastelen dat er nog staan? Het kasteel van Perk is eigenlijk goed bewaard en nog herkenbaar op basis van de kaarten van Petrebus bijvoorbeeld. Het steen zelf staat er nog, maar heel veel van de andere zijn compleet vernield. Ter Borcht, daar schiet alleen nog een poort van over die nu geïntegreerd is in een restaurant. Het kasteel van Schiplaken is ook compleet verbouwd en veranderd. Dus er zijn eigenlijk niet meer zoveel elementen uit het landschap die nog herkenbaar zijn. Dus bij een wandeling in de omgeving is het natuurlijk heel leuk om op zoek te gaan naar die elementen. De teerlingen van de molen, het kasteel van Perk, steen zelf, dus de sluistoren. Interessant om na te denken over ja, wat het effect toch is van eeuwige geschiedenis op zo'n klein stukje landschap. Ja. De vraag is of het steen bezocht kan worden. Er zitten collega's van Toerisme Vlaanderen in de zaal. Hè. Het is evenementieel, is het al af en toe wel te bezoeken. En men is op zoek naar op welke manier men dat eigenlijk optimaal kan herbestemmen. Maar ik ga ervan uit dat wordt teruggegeven ook aan de bevolking. Hè. Het is zo'n belangrijke plek dat we daar hopelijk binnen enkele jaren allemaal naartoe kunnen.